Oké. We hebben al de eerste prank op Revé gedaan. Ik dacht oprecht dat ze in staat was om mij ermee naar buiten te slepen. Dus ik denk echt van, oké, als ik dit verder door laat gaan en ik ga mee helpen zoeken buiten een half uur, waar ik helemaal geen zin in had, dan wordt ze echt fucking boos. Maar ze begon met schoenen te gooien en daarna stond ze op en wou ze me gaan beuken. En wat dan ook, zo'n schatje, sorry voordat het een prank was. Ik zeg van, heel YouTube staat vol pranks. Het is gewoon een beetje boyfriend, veel zoals girlfriend dingen. Ik heb hier niet met eieren bekogeld. Ik heb me niet laten ontvoeren ook, maar haar katten was zeg maar voor haar een beetje een limit. En dat wist ik natuurlijk, anders had ik het ook niet gedaan. Ik wou een beetje een reactie uitblokken. En letterlijk, in 10 seconden tijd stond ze al met de schoenen en met de jas en dergelijke, stond ze klaar om haar Niddly te pakken. De reden waarom ik hier nou in mijn eentje zit is omdat ze niet wil. Ze is nou een beetje in de keuken druk aan het afwassen en aan het doen en zo. Een beetje de irritaties er aan het afhalen. Kom er gewoon even lekker bij, Revé. Nee, ik kom er niet bij. Dat is geen grapje. Ze is echt fucking boos, dus. Kom op, schat. Nee! Bullshit, je weet hoe die katten voor me zijn. Dan ga je daar nog grapjes over maken. Ja, kan je wel zuchten en kijken en doen. Je weet